Welkom. Welkom bij de Best Gamer Cup. Rijke Ray en arme Jet spelen op hun best. Ray kan zich de meest geavanceerde gamingtechnologieën veroorloven. Terwijl Jet zijn computer maakte van wat hij vond op een schroothoop. Wie gaat er winnen? Ik kan het. Kom op. Wat is die geur? Ah, holy Fortnite. Nee, ik heb verloren. De gamepad is kapot. Het komt allemaal door jou. Wow. Huh? Wat is er gebeurd? Wow, mijn droom is uitgekomen. Nu heb ik een coole speelkamer. Echt niet. Zoveel mooie spullen. Is het nu allemaal van mij? Oh, een nieuwe gamepad. Hiermee verlies ik zeker niet. Yeah. Leef ik nog? Waar ben ik? Is dit een koptelefoon? Lijkt meer op afval. Nou, hoe kun je spelen op deze antieke? Wow. Ouch. Deze kamer is niet geschikt voor de rijken. Waar is de uitgang? Ik wil terug. Jeez, een aardbeving. Au, help. Xbox zo machtig. Oh jee, is het een tsunami? Ray, word wakker. Oh, wat gebeurt er? Gaat het? De wedstrijd begint zo. Je wilt deze beker winnen, toch? Ja, natuurlijk. Wow, is dat een hologram? Hi. Huh? Hi. Nu gaan we uitzoeken wie van jullie de beste gamer is. Maak je klaar. Laten we gaan. Oké, laten we beginnen. Succes, Ray. Jij ook. We gaan zeker winnen. We leren die sukkels een lesje. Nou, Turbo, ben je er klaar voor? Laten we ze neerhalen. James en Turbo staan te popelen om de nieuwe sterren van e-sports te worden. Hey bro, leid de robokat af. En ik zorg voor James. Begrepen, goed idee. Ze winnen. Hoe doen ze dat? Turbo, spring. Voorzichtig, blokkeer. Nee, echt niet. Is dat alles wat ze hebben? Man, het is saai. Ik had meer verwacht. Dat is onmogelijk. Nee, we moeten winnen. In tegenstelling tot James brak bij Ray en Jet het zweet niet eens uit. Het zijn zeker valspelers. Wat moeten we doen? Kom op, bijblijven. Ik probeer het. Oh, het is tijd voor een kleine snack. Hey, mooie sprong. Bro, het is bijna klaar. We hebben het kampioenschap in onze zak. Geweldige combo. James doet zijn best, maar Ray en Jet winnen nog steeds. Het blijkt dat ze te sterke tegenstanders zijn. Oh gosh, Turbo, ontwijk! Nee! Yeah, dit spel is belachelijk. Het is niet eerlijk. We winnen de volgende keer wel. High five, bro. We zijn het beste team. Geweldig! Big deal, wees niet verdrietig. Wow, gouden beker. Je verdient het. Speelde als een pro. Ik heb een idee. Laten we een magisch speldrank maken voor het eerstvolgende toernooi. Geweldig idee. Ik ga een drankje brouwen dat zelfs de meest laaggeschoolde noob in een echte e-sportsman zal veranderen. Dan weten die pro-gamers wat vernedering is. Hihi. We moeten alleen het juiste recept bedenken. Wat kan er makkelijker zijn? Laten we beginnen. James wil zo graag een e-sportster zijn dat hij elke truc wil gebruiken. Dus we moeten bosbessensoda toevoegen. Maar er ontbreekt iets. Ik denk dat ik het snap. Ray en Jet zijn de beste gamers ter wereld. Als ik hun krachten combineer in een drankje, kan ik iedereen verslaan. Maar daarvoor heb ik het haar van Ray en Jet nodig. Hoe kom ik daaraan? Geen gemakkelijke taak. Je kunt niet zomaar naar iemand toelopen en om hun haar vragen. Ik denk dat ik een geniaal plan heb. Het zal zeker werken. Ja, we hebben gewonnen. Beste team. Jet lijkt een goede droom te hebben. Hij heeft geen idee wat er gaat komen. Oh jongen, het is zo heet in het pak. Rustig. Oeps. Wie is daar? Blauw monster. Het is maar een droom. Slaap verder. Oké. Geweldig. Het lijkt erop dat ik geluk heb gehad. Zachtjes. Ja, missie volbracht. Is het al ochtend? Wat een rare droom. Ik ben in de war. Nou, de helft van het werk is gedaan. Ik moet alleen nog Ray's haar pakken. Hé, wacht even. Hoe moet ik dat doen? Ray is kaal. Man, we hebben een probleem.
Wow, wie ben jij? Ben jij mijn kloon? Nee, ik ben jou uit de toekomst. Ik kwam je helpen. Kun je me helpen met Ray's haar voor het drankje? Ik stuur je terug naar toen Ray nog haar had. Oké, ik ben klaar. Het kietelt. Ha, wat een grappig spel. Huh? Het werkte. Goed, pardon mevrouw, ik zoek gamer Ray. Wat? Ik ken je niet. Oké, alles gaat volgens plan. Geen plotselinge bewegingen. Snip, uitstekend. Ik ga al weg. Hé, mijn mooie haar. Stop. Moet me snel verstoppen. Waar is hij gebleven? Ik zal je vinden. Hihi, perfect. Tijd om weg te glippen. Hé, freeze. Shh, je zag me niet. Zag je hem? Laat maar. Hallo? Weet je, dit kapsel staat je helemaal niet. Hé, het is niet eerlijk. Jij hebt portalen. Misschien moet ik echt mijn kapsel veranderen? Ik heb mijn geluksbril meegenomen. Ik denk dat we kunnen winnen zonder hulp. Ik ben er klaar voor. Ja, je hebt gelijk, maat. Laten we beginnen. Het spel gaat beginnen. Nou, mijn vriend. Het is tijd om ons geheime wapen te gebruiken. Lekker. Dat is het. Niets kan me nu nog stoppen. Kan James eindelijk zijn droom verwezenlijken? Daar komen we zo achter. Hallo, gamers. Zijn jullie klaar? Om het tegen iedereen op te nemen. Ja, Jet en ik zijn klaar voor alles. Hihi, nu zullen deze noobs alle bitterheid van een nederlaag kennen. Hé, wij krijgen klappen. Wat is er aan de hand? De gamepads raken op. Jeez, Louise. Zo speel ik graag. Misschien moet ik ze een kans geven. Ik wil niet te hard proberen. Hoe doet hij het? Ik kan niet eens bij hem in de buurt komen. Oh, phew, verman jezelf. Jet, Ray, laten we tegelijk toeslaan. Nu, is daar iets aan de hand? Nou, niks interessants. God, dat meen je niet. We verliezen als baby's. Ik begrijp het niet. Het is een soort van duistere magie. Nee, nee, nee. Ik ben in het nauw gedreven. Turbo, je drankje is briljant. We zijn zeker aan het winnen. Nee, heb je het gezien? Ik had geen tijd om iets te doen. Oh, dat is Gege. Ha, Turbo, we hebben gewonnen. Woehoe! Dus wie is de pro-gamer hier? Oh, bedankt. Ik zal het op mijn plank zetten. Kun je het geloven, bro? Het is ons gelukt. Hé, gefeliciteerd. Laat me je hand schudden. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Misschien kun je ons trainen? Ik kan dit niet. Ik moet bekennen, ik heb je verslagen met een speldrankje. James! Oh, wie is het? Je hebt eerlijk gespeeld. Ik heb je elixir stiekem vervangen door gewone frisdrank. Je won omdat je in jezelf geloofde. Vaarwel. Zie je? En deze kerel heeft gelijk. Je moet nooit opgeven. Tot ziens, jongens. De bazen in dit spel zijn een nieuwe moeilijkheidsgraad. Dit is de 20ste keer dat ik hem probeer te verslaan. Chill. Ik heb een unieke cheatcode die ons zal helpen. Hé, wat is er aan de hand? Het zijn duidelijk geen speciale effecten. Ik kan zo niet spelen. Het is de tijdpolitie. Niet bewegen. Daar is onze verdachte. Laat de gamepad vallen. Je staat onder arrest. Ik ben onschuldig. Ik wil een advocaat. We hebben het spel niet uitgespeeld. Hij deed niets verkeerd. Met zijn cheatcode heeft hij de tijdlijn van de toekomst verstoord. Dus hij gaat met ons mee. Heb je het goed getimed? Laten we dan teleporteren. Ik moet nu iets doen. Maar in het heden kan ik niet eens hun gevangenis vinden. Er is maar één persoon tot wie ik me kan wenden. Hallo, ik heb je hulp nodig. Ray is meegenomen door de tijdpolitie. Dat is moeilijk. Ja, en ik heb altijd gezegd dat vals spelen niet goed is. Hoe dan ook, we moeten contact opnemen met James uit de toekomst. Nou, geen paniek. Hoi, heb je het druk? Jij en ik hebben een belangrijke zaak. Breng Jet alsjeblieft naar de toekomst. Om eerlijk te zijn, ben ik er zelf nog niet helemaal uit. Geen probleem, een momentje. Wow, wat een raar gevoel. Onze volgende stop is mijn lab. Oké, kom meer nu en vertel me in volgorde wat er is gebeurd. De tijdpolitie behandelt alleen ernstige misdaden. We waren gewoon computerspelletjes aan het spelen, zoals gewoonlijk. Vechten tegen een moeilijke baas hadden we moeilijkheden.
Dit is zeer ernstig. Ik weet wat we moeten doen. Je moet de tijdruimte herstellen die Ray heeft geschonden. Alleen dan zullen ze hem laten gaan. En hoe doen we dat? Zelfs ik weet niet waar hij uit is. Dan moet je die baas verslaan zonder cheatcode. Maar het is onmogelijk. Wil je je vriend redden of wat? Dat is het. Ik moet gaan. We volgen zijn instructies op. Geloof me, dit wordt moeilijk. Oh, Ray's gamepad. Precies goed voor mij. Jij neemt deze. Ik vind de blauwe vriend leuker. Laten we dit als volwassenen oplossen. Steen, papier, schaar. Ga, ik win. Ik zal je laten zien wie de echte baas is. Waarom beweegt het personage raar? Oeps, dat is beter. Met zo'n duur apparaat is winnen slechts een kwestie van tijd. Ontspan je en vergeet zijn aanvallen niet te ontwijken. Anders verlies je je HP. Leer geen geleerde. Het is niet de eerste keer dat ik een gamepad in mijn handen heb. Maar de werkelijkheid bleek harder. Games in de toekomst worden makkelijker. Waar heb ik je over verteld? Is het wel mogelijk om er door te komen? Nu begrijp ik waarom Ray de cheats heeft gebruikt. De jongens zijn klaar om hun best te doen om de baas te verslaan. En Ray uit de gevangenis te krijgen. Maar niets werkt. Hoe verder je gaat, hoe moeilijker het wordt. Verliezen we? We vechten al zo lang. Ik zweet. Je hebt iets op je voorhoofd. Oh, ik ook. Het lijkt erop dat Ray moet wennen aan een gevangenisstoel. Alle hoop voor ons. We kunnen hem daar niet achterlaten. Nou, hoe gaat het? We hebben heel hard ons best gedaan, eerlijk gezegd. Maar het is ons niet gelukt. Niet wij zijn zwak, maar hij is te sterk. Ja, dat is het. Wat moeten we doen? Kijk niet zo veroordelend. We hebben ons best gedaan. Ik moet jullie naar de training sturen. En ik ga terug, want ik ben vergeten het strijkijzer uit te zetten. Training? Oh, waar zijn we? Welkom op het Gamercollege. Ik zal je vertellen hoe je de baas verslaat waar je moeite mee hebt. Denk je dat dat zal helpen? Wat is er anders te doen? Je moet speciale combinaties onthouden. We kunnen de geheime trucs gebruiken. Dan zijn we tenminste in het voordeel. Om als een pro te spelen moet je leren. Maar theorie alleen is niet genoeg. Je moet oefenen. Het is tijd om de combinaties op de gamepad uit te werken. En hoe snel je de juiste knoppen kunt indrukken, is niet de minste factor op weg naar de overwinning. Dit papierwerk gaat je niet veel helpen. Je handen en vingers moeten sterk zijn. Gebruik de moderne simulators voor gamers. Ik had niet gedacht dat ik daadwerkelijk zou moeten sporten bij e-sports. Het is moeilijker dan ik dacht. Om je personage sterker te maken, moet je zelf niet zwak zijn. Zo leer ik sneller. Hou vol, alles voor een goed doel. Ik moet de toetsenborden niet laten vallen. Goed gedaan, leerlingen. Ik zie dat jullie klaar zijn voor een rematch met de baas. Eindelijk! Dit beëindigt onze training. Ik geloof in je. En wens je succes. Weet je zeker dat we op de juiste plaats zijn? En waarom hebben we pikhouwelen nodig? Ik denk dat dit de spelwereld is. Laten we een uitweg zoeken. Gaan we wel de goede kant op? Hoe kan ik dat weten? We verspillen alleen maar tijd. Oh, een speler met een gave skin. Kun je ons naar huis sturen? Nee. We hebben het over een normale realiteit. Niet cyberspace. Ah, dat is makkelijk. Je hebt geluk dat ik de maker van deze server ben. Wat? Echt? Kun je het nu meteen doen? We hebben gewoon haast. Tuurlijk. Dag. Laten we geen minuut verspillen. We zullen deze boem al laten zien wat we geleerd hebben. Ha, nu is hij degene die zich klaar moet maken om tegen ons te vechten. Een beetje opwarmen kan geen kwaad. Ik voel de vaardigheid door mijn aderen stromen. Luister, ik denk dat we moeten samenwerken in één megazord om zeker te winnen. Weet je, je woorden kloppen. Nou, ben je er klaar voor? Klaar, laten we beginnen. En de gamercollegelessen zijn niet voor niets geweest. Hoe pakt die combinatie voor jou uit? Kijk uit, hij bereidt een superaanval voor. Ontwijk hem. Ik heb zo vaak tegen hem gespeeld dat ik zijn bewegingen al uit mijn hoofd ken. Hij heeft niet veel HP meer over. Laten we een laatste verpletterende klap uitdelen. Ja, het is ons gelukt. Geweldig gedaan. Oh, we hebben zelfs een prestatie. Dit is een historisch moment. Wacht op ons, Ray. We komen voor jou. Kijk, daar is hij. Hij is de nieuwe ster hier. We moeten hem er snel uithalen. Maar ik dacht dat dat vanzelf zou gaan. Het is niet zo eenvoudig in de toekomst. Laten we zijn cel gaan zoeken. Nou. Hebben we indringers? Eigenlijk is het allemaal legaal. Laat onze vriend gaan. Hij gaat nergens heen. Waarom niet? We hebben het verstrijken van de tijd geregeld. Jongens, er is een probleem. Ook al heb je de baas verslagen,
Ray moet zijn tijd uitzitten in de gevangenis. Oké, zoals je wil. Je had hier niet moeten teleporteren. Maar dat is niet eerlijk. Laat hem gaan. En dat allemaal door een paar valsspelers. Eigenlijk beslissen wij wat goed en fout is. Ik geef het niet op zonder gevecht. Ik ken kung fu. Nou en? Wil je ook naar de gevangenis? De toekomst heeft me daar niet voor gewaarschuwd. Het lijkt erop dat er ruzie komt. Oh, laten we dit op de moderne manier oplossen. Jullie drieën mogen vertrekken als jullie ons verslaan in het spel. Dat werkt voor ons. Ik schrijf ze al zo lang uit. Het is zonde om ze kwijt te raken. We hebben de baas zelfs kunnen verslaan. Ze zijn geen concurrentie. Wow, dit is de eerste keer dat er hier iets interessants gebeurt. Kom op jongens, bring the heat. En ze zijn sterk. Maar onderschat ons niet. We hebben ze onderschat. We gaan niet verliezen. We zijn in het voordeel. Ray, je bent er zo uit. De inzet is hoog. De strijd wordt hechter. De tijdpolitie wordt nerveus. Evie, sla geen slag. Wees voorzichtiger. Ik doe echt mijn best als je het niet ziet. Dit gevecht zal het lot van onze helden bepalen. Nog een klein beetje meer, we winnen. Dit kan niet waar zijn. Ik eis een rematch. Het was een eerlijke overwinning. Je moet onze vriend laten gaan. Het zij zo. Ik wist dat je het kon. Ik ga een troostdonut halen. Nu ben ik vrij. Een alarm? Wat is er nu weer gebeurd?